Dat noemen wij de C-level approach. Dat is wel de meest ingewikkelde, dat werkt echt heel goed. Je hebt twee top voices. Oké, moet je even googlen, SSI scoren. Dan mis je wel de boot op een gegeven moment. Dan heb je wel iedere week 2.000-3.000 views, wat gewoon allemaal zaadjes zijn die je plant. Dat is 80-90%. En daar moet je op door. Met zijn bedrijf YouLinkMe helpt hij ondernemers succesvol te zijn op LinkedIn. Nu is hij hier bij ons op CVD-TV en deelt hij zijn beste 5 tips. En nou die er toch is, heb ik nog een paar extra vragen ook voor hem. Kortom, alles wat je al wilde weten over succes op LinkedIn. Welkom bij CVD-TV. Michiel Verstraeten, welkom. Dankjewel. Jouw slogan is zo'n beetje LinkedIn is geen saleskanaal, hè? Zeker. Want? Ja. Nou, wat we zien is, het is eigenlijk tweeledig. Je ziet dat er op LinkedIn ontzettend veel gespamd wordt. Ja. En dat vindt de gemiddelde LinkedIn-gebruiker heel irritant. Mm-hmm. Je wordt de hele tijd benaderd met allemaal sales funnels. Dat enerzijds, ja. Maar anderzijds ook omdat het echt niet werkt. Als je succes wil behalen op LinkedIn, maar sowieso in de B2B, als je succesvol je business wil uitbouwen, gaat alles om relaties. Het gaat allemaal om het hebben van warme relaties. Nou, hoe doe je dat? Niet door mensen te spammen, nee. Hè, maar door gewoon authentiek 1-op-1 contacten te leggen. Oké, dat is de hoofdboodschap, denk ik, hè? Absoluut. Maar je hebt 5 tips meegenomen. We gaan er 5 langs. 1. Ja. Die vond ik al interessant. Investeer in de Top Voice Badge. Nou, je hebt de Top Voice programma. Je hebt 2 Top Voices. Je hebt het Invitation Only. Ja. Dat is die blauwe Top Voice. Ja. Hè, Constantijn van Oranje bijvoorbeeld. De echte influencers hebben die. Dus die krijg je van LinkedIn. Als je echt een influencer bent, zeg maar. De Bill Gates van deze wereld. Exact. En en als je uiteindelijk een zelfbenoemde top voice wil behalen, dan heeft LinkedIn ook een optie. En dat is de oranje top voice. Ja. En die kun je verdienen. Ben jij dat? Ja. Ja, ik heb er 2 zelfs. 2 lead generation en B2B marketing specialist. Want je hebt een hele hoop categorieën waar je superveel. Dan top voice in kan worden. Ja. En hoe word je dat? Mega veel. Nou, je kunt eigenlijk als je op mijn profiel klikt, dan kun je op mijn top voice doorklikken. En dan kom je binnen een bepaalde community. Het is eigenlijk een soort van Twitter. Wat LinkedIn heeft gemaakt. Ze doen dat, denk ik, om ook hun AI-content te vullen met kennis. Ja. Denk ik. En uiteindelijk kun je daar je mening geven over bepaalde topics. Ja. Dus er wordt een hoop gebruik gemaakt van ChatGPT natuurlijk door heel veel mensen. Om comments te geven op topics. Exact. Dus ik zou wel adviseren om het authentiek en eigenlijk zelf gewoon superkort. Weet je, je leest een topic. De eerste 1-2 zinnen die in je opkomen, weet je, de kennis zit in je hoofd. Jij bent de expert. Typ het gewoon heel kort. Ja. Even een statement. En dan zie je ook dat je daar heel veel... Je kunt er ook likes op krijgen. En zo beoordeelt LinkedIn of jij gewild bent, of je populair bent, of je expert bent. Maar hoeveel werk kost het? Nou, het ligt er heel erg aan in welke business en hoe opgewarmd je profiel al is. Ja. Dus als je veel post en heel actief bent, veel comment, veel relaties bouwt, dan heb je eigenlijk al meer kans... uiteindelijk om sneller die top voice te behalen. Ja. Dus het is ook in die zin gekoppeld aan je SSI score, Social Selling Index. Oh, die bestaat. Ken je die? Nee. Oké, moet je even googlen. Ja. SSI score. Ja, die geeft LinkedIn. En dan zie je eigen score wat betreft je activiteit op LinkedIn. Ah, oké. Dus hoe LinkedIn jou indeelt op, niet populariteit, maar op activiteit. Is dat een score van LinkedIn? Ja. Oh, oké. Ja. Maar hoeveel van die comments en reacties op artikelen en zo moet je dan geven voordat je topvoice wordt? Ja, hoeveel tijd? Wij zeiden aan het begin, ik denk dat je wel 6 weken bezig bent minimaal. En rond de 100 blogjes, comments moet geven. En dan als je geluk hebt, je ziet het ook verhogen. Hè? Dus je moet in de top 5% moet je komen. Dus op een gegeven moment krijg je een melding. Je zit in de top 20%. Serieus? Top 15%, top 10%. En dan moet je doorgaan. Totdat maar je ik reken snel. Dat is gedurende 6-7 weken moet je per dag wel een paar keer dit doen. Ja, je moet aan het begin mag je er 5 per dag doen. Op een gegeven moment mag je er 10 per dag doen. Maar daar moet je gebruik van maken. Dat is echt werk. Ja, zeker. Maar is het een goed... Ben je blij met dat systeem? Nou, ik vind als mensen de top voice hebben, dan denk ik wel, die heeft zijn best lopen doen. Ja. Uitslover, een beetje. Ja. Maar aan de andere kant denk ik wel, kijk, als je slim bent, je wil wel de gemiddelde gebruiker, die denkt, die heeft een top voice van LinkedIn. Dat zal wel een autoriteit zijn. Ja. Kijk, omdat ik het weet, kijk ik er misschien anders naar. Maar ik denk dat het uiteindelijk wel... LinkedIn heeft ook aangegeven dat je meer bereik krijgt als je hem hebt, organisch. Dus in het algoritme kom je hoger. Ja. En de uitstraling is natuurlijk toch wel professioneel. Weet je, je hebt toch je best gedaan. Ja. Hoe lang blijf je dan voor eeuwig?
Top voice. Nee. Het is per twee of per drie maanden wordt het opnieuw gereviewd. Oh, ja. Maar je kan het ook onderhouden. Dus ik adviseer altijd om 5 blogjes of 5 comments per week nog te geven. Zodat je gewoon in die top 5% blijft. Ja. Anders ben je hem na 2 maanden kwijt. En dan moet je weer opnieuw. Wat ook wel echt een goeie is, want je wordt dus beoordeeld op de engagement, dus op de likes. Dus als jij een paar comments gedaan hebt, vraag je van je collega's om er een paar te liken. Ja, natuurlijk. Ja. Want anders dan zit je echt keihard te rennen en dan ben je over 3 maanden nog steeds nergens. Ja. Tip 2. Gebruik Bold Text Generator om variatie in je tekst te highlighten. Ja, dat is op zich best een inkoppertje. Ja? Ik weet niet of je weet wat er staat. Ja, maar ik doe het. Ja, precies. Ja, ik doe het. Kijk, uiteindelijk vind ik, LinkedIn is, ik zie het als een soort van tweede website. Ja. En als je een website maakt, wil je ook dat die er gewoon kick-ass uitziet. Ja. Dat je professioneel laat zien dat je verstand hebt van design, volledigheid, professionaliteit gewoon. Mm-hmm. En als je LinkedIn invult, is dat eigenlijk precies hetzelfde. Doe even je best. Je kan overigens aan ChatGPT ook, dat is echt heel gaaf, kun je gewoon je about, dus een paar alinea's, je gooit je website erbij. Je gooit een stukje over jezelf gooi je erbij en je zegt tegen ChatGPT, schrijf voor mij een gave LinkedIn about. En maak de titels dik gedrukt. Hè, want dat is mijn tip, zeg maar. Dat je de titels dik gedrukt maakt. Of de kopjes. En gebruik emojis of niet. Of bullet points. Nou, dan krijg je gewoon een super gave, mooi gedesigned about. Maar dat kun je ook doen met je posts. Maar ook met de teksten op je LinkedIn profiel. Ah, precies. En dat zou je ook in je headline bijvoorbeeld ook. Ja, en de Bold Text Generator. Je kan GPT vragen, maar je hebt daar ook websites voor. Dat ja, als Bold, je googelt. Als je googelt Bold Text Generator, dan krijg je hem. ChatGPT kent hem ook. Ja. Dus je kan ook echt aan ChatGPT vragen van maak mijn headline met Bold Text Generator. En dan krijg je hem gewoon. Tip 2. Gebruik de Bold Text Generator. Zeker. 3. Ik had wat dingetjes erachter geschreven. Ja. Jij zegt Bold Text Generator. Nog even naar die tip 2. Ja. Emojis, yes or no? Ja, op zich. Kijk, wat ik wel jammer vind. Want emojis kunnen wel echt leuk zijn. Hè? Visueel dat het gewoon versterkt. Maar ChatGPT komt natuurlijk altijd met emojis. Dus nu, als je emojis gebruikt, heeft iedereen de indruk van het is een ChatGPT-blog. Dus dat is wel het jammere. Hè? Dus gebruik het niet onnodig overdreven veel. Met mate. Doe het met mate, maar doe het ook waar het logisch is. En gewoon handmatig. Gewoon dat je denkt, hier hoort echt deze emoji bij. Ja. Zet hem erbij. Ik vind het wel een soort opmaken. Dat je toch je design gewoon volledig maakt. Ja, het leest Kijk, als jij lekker. Het leest lekker. Bullet points en emojis. Ja, zorg er gewoon voor dat het lekker leest. Ja. Ja. Tip 3. Ga verhalen vertellen. Ja, dat is echt... het allerbelangrijkste op LinkedIn is eigenlijk dat mensen zeggen, ik krijg geen bereik. Ja, dat komt uiteindelijk doordat mensen of hun posts veel te kort maken. Dus dan hebben ze een super gaaf weekendje met collega's gehad of zo. En dan zeggen wat een geweldig weekendje met de collega's, punt. Ja. En dan misschien nog één zinnetje van, we waren daar en daar, punt, bij deze de foto's. Ja. Veel te kort, want oké, leuk, ik zie de foto's. Je was een weekendje weg, dus wat heb je gedaan? Wat heb je geleerd? Waarom was het zo gaaf? Waarom doen jullie dat? Wat doet het met de teambonding? Noem het maar op. Geef er even wat inhoud aan. Maar er zijn best wel veel mensen die nu zitten kijken of zitten luisteren. En die denken van, maar ik ben geen verhalenverteller. En ik vind het tering lastig, want dan moet ik allemaal... schrijven is al helemaal mijn ding niet. Ja. Die ziet het als een hoge berg waar die tegenop moet. Absoluut. Ja. Wat dan? Nou ja, en dat is het nadeel op LinkedIn. Goede content kost dus tijd of geld of expertise. Een goede copywriter is heel belangrijk. Ja. Gelukkig hebben we ChatGPT. Dus je kan ook zeggen van ik typ het dus even kort in mijn eigen woorden. We zijn een weekend geweest. We zijn daar en daar geweest. Dat is een speciale locatie om aan teambonding te doen. Ja. Wij vinden het als bedrijf heel belangrijk om met het team weg te gaan. Zowel voor de fysiek, even healthy lifestyle. We zijn gaan sporten. Maar ook voor de teambonding, noem het maar op. En dan even heel kort, gewoon dit typen. En dan in ChatGPT zeggen van, maak hier even een leuke LinkedIn post van. Dan zijn het wel je eigen woorden, je eigen inhoud, je eigen verhaal. Mm-hmm. Maar dan maakt hij alle zinnen gewoon als een copywriter. Mm. Helemaal top. Dat is ook altijd mijn advies. Als je ChatGPT gebruikt, zeg niet in één zin van, schrijf een blog over dit en dit onderwerp voor LinkedIn. Punt. Nee, geef gewoon alle inhoud van de blog zelf. Hoe meer input, hoe beter de output. En zeg vervolgens, schrijf hier een LinkedIn post van. Ja. En dan heb je gewoon een mooie blog. Kijk, uiteindelijk merken we wel dat op LinkedIn... en dat is trouwens als tweede. Hè, dus of mensen zijn tekort, of mensen pushen gewoon hun propositie. Dat ze gewoon zeggen, deze klantcase hebben we gedaan, want wij doen dit en we doen dat en we doen zus. Wil je dit ook? Bel ons nu. Ja, totaal niet boeiend, zeg maar. Want je hebt een mooie klantcase. Mm-hmm.
ga die dan ook uitdiepen. Hè? Wat was de vraag van die klant? Wat was jouw antwoord daarop? Hoe zijn jullie aan de slag gegaan? Wat hebben jullie geleerd? Wat heeft die klant geleerd? Wat was het resultaat? Super belangrijk. En dan geen enkele keer zeggen, want wij doen dit. Want wij bieden dit aan. Onze propositie pushen. En bel ons nu. Dat moet je gewoon echt niet doen. Nee, niet doen. Nee, maar en uiteindelijk, nee, je moet echt het verhaal vertellen. Ja. He, dus het heeft echt een opbouw. Natuurlijk de eerste, de headline is heel belangrijk. Ja. Want mensen, ja, mensen zijn mensen. Ja. He, dus in de split second denken mensen, oh, dat is een leuke headline. Ja. Maakt me benieuwd. En dan willen ze verder klikken. Maar dan willen ze het verhaal horen. He, er zit een bepaalde opbouw in, die ik net heb uitgelegd. Ja. En dat is echt het storytelling. En het heeft op zich een standaard in. Die opbouw die ik nu net twee keer herhaald heb. Ja, ja. Als je die gewoon volgt, krijg je gewoon mooie blogs. En we zien dus op LinkedIn dat mensen dat leuk vinden om te lezen. Gebruik persoonlijke en gebrande content in één. En dan zeg je, combineer eigen foto's en eigen brand in een slider. Leg uit. Ja, dat was even... omdat aan de ene kant ben ik wel zelf... mensen zeggen altijd, moet ik nou persoonlijke foto's of gebrande foto's gebruiken? En het is niet zwart of wit of de een is beter dan de ander. Kijk, een persoonlijke foto zorgt natuurlijk voor dat je veel meer bereik krijgt. Mm-hmm. En dat is top. Hè? Dus ik gebruik dat ook regelmatig. En dat adviseer ik ook altijd klanten. Het nadeel is, als je dat alleen maar doet, wordt je contentstrategie super rommelig. Hè? Dan gaat het gewoon alle kanten op. Je hebt ook eens een keer een slechte foto, noem het maar op. Maar misschien wel een mooi moment. Maar er zit totaal geen branding achter. Hè? Dus mensen zien je post wel. Maar dan denk ik, ja, nou, die doet maar wat. Mm-hmm. Bij wijze van spreken. Ondanks dat je veel bereik krijgt. Mm-hmm. Aan de andere kant, als je hele gebrande content maakt en mooie sliders, hè, dus dat zijn van die carousels die je zo kan wegvinken. Ja. Met tip 1, tip 2, tip 3, bij wijze van spreken. Dat ziet er super strak uit. Ja. Maar dan is het bereik weer minder, omdat het weer te gelikt is, zeg maar. Okay. En de combinatie is eigenlijk wel leuk, dat je dus in je slider met Canva, hè, met AI, kun je tegenwoordig heel mooi jezelf uit een foto met de achtergrond wissen. Ja. Jezelf eruit halen. Ja. Die kun je in een slider toepassen. En dan heb je eigenlijk een persoonlijke foto gecombineerd met een gebrande slider. Ja. En dat werkt, dan heb je eigenlijk het beste van beide. Welke postings hebben bij jou de hoogste engagement? Lees, impressies, reacties. Welke doen het goed? Ja, kijk, dat is altijd een zoektocht. Hè? Het persoonlijke verhaal natuurlijk wel. Hè? Maar ik probeer, je moet maar eens kijken. Ik heb zelfs een blog over Vaderdag. En uiteindelijk ga ik alsnog een LinkedIn-tips geven, zeg maar. Mm. Dus probeer altijd de link te maken naar de business. Het moet niet echt heel flauw worden, natuurlijk. Dus je moet dat ook wel goed opbouwen en die link goed maken. Soms mag het wel met een knipoog. Mm-hmm. Maar de actualiteit is ook wel heel belangrijk. Dus persoonlijkheid, persoonlijke content plus actualiteit. Als je die kan combineren. En dan natuurlijk het liefst nog jouw inhoudelijke kennis. Want jij bent de thought leader, jij bent de expert. Ja. Het gaat uiteindelijk om kennis delen. Maar die inhoudelijke, stoffige kennis, dat is niet waar mensen warm of koud van worden. Hè? Dus als je die combineert met een persoonlijke touch, met persoonlijke foto, persoonlijk moment en de actualiteit. Dan heb je de gouden trio. En dan ga ik volgende week trouwen met mijn liefje. Ja, dat is een leuke bijvoorbeeld. Maar moet ik dat dan... Want dat is heel veel kritiek ook op LinkedIn. Leuk hier wel Facebook. Ik ga met mijn liefje trouwen. En kijk eens, een mooie foto van de trouwerij. Ja. Moet je dat zonder context op LinkedIn posten? Nee, zeker niet. Kijk, ik vind wel altijd achter iedere ondernemer zit een persoon. Ja. Of achter iedere professional zit een persoon. En dat is ook leuk om te weten. Heeft ook invloed op de business, noem het maar op. Ja. Maar LinkedIn is inderdaad geen Facebook. He, om een heel concreet voorbeeld, als wij iets van content maken met het bedrijf en we gebruiken die op LinkedIn en op Facebook, of op Instagram in dit geval, mm-hmm. dan schrijven we op LinkedIn een hele blog erbij. Context, uitleg, daar geven we de body aan. En op Instagram pakken we alleen de eerste linia. Ja, dus dat is gewoon het verschil. Ja. Maar je kan wel dezelfde foto gebruiken. Als je gaat trouwen, dat vind ik wel een leuke. Ik heb een week of 3-4 geleden heb ik een repost gedaan van een of andere kerel uit Amerika. En die had zijn vrouw ten huwelijk gevraagd. Die foto gewoon gepost. Was ook een mooie foto, was helemaal top. En toen heeft hij vervolgens de vergelijking gemaakt met een B2B-relatie. Ja, ja. Dus van, ik heb mijn vrouw ten huwelijk gevraagd. En dat deed me heel erg denken aan het benaderen van een prospect. En vervolgens een heel rijtje met B2B-tips. Nou, die is mega viral gegaan. Ja. Maar dat is natuurlijk met een knipoog. Ja. En dat is grappig. Maar dit is wel de essentie. Zo moet het wel. Ja. Je moet actualiteit gebruiken. Je moet een persoonlijk moment gebruiken, maar je moet het gewoon koppelen aan de business. Want anders moet je het niet op LinkedIn posten. Kunnen wij Nederlanders dit goed? Want het is
Het is bijna, het klinkt bijna als een soort van optreden. Hè? Als je het, zo heb ik jou ook ontmoet. Hè? We hebben elkaar een paar weken geleden op een congres gezien. Ja. Waar je op een podium zat te stuiteren. Ja. En dan denk ik, als je het goed wilt, en ik herken het zelf een beetje, want ik ben natuurlijk dagvoorzitter. Ik vind het fijn om op een podium te staan. Daarom vind ik LinkedIn ook fijn, want dat is mijn online zakelijk podium. Dus ik word er allemaal enthousiast van. Ja. Maar er zitten natuurlijk ook heel veel mensen te kijken. Ik denk, ja, maar zo zit ik gewoon niet in elkaar, man. Ik ben niet zo, zo'n podiumbeest. Ik zit liever gewoon te werken. En wat moet ik dan op LinkedIn? Ik zou het wel willen, maar het zit er gewoon niet in. Nee, kijk, herkenbaar. Kijk, we hebben momenteel 160 klanten die we helpen met hun contentstrategie onder andere. Uiteindelijk is dit echt niet voor iedereen. Ik denk dat 10% van onze klanten wil echt een uitgebreide contentstrategie. He, met video's, met foto's, met carousels, meerdere keren per week posten. Mm-hmm. Niet iedereen is een influencer. Kijk, als jij het gezicht van een bedrijf bent en je hebt er lol in, dat is de beste formule. Ja. En dan behaal je er ook echt succes mee. Ja. Maar niet iedereen is een influencer, houdt van social media, out in the open, noem het maar op. Nee. En dan hebben we ook gewoon hele mooie zakelijke oplossingen. Waarbij we zeggen, nou, we kunnen eventueel zelfs wel persoonlijke foto's gebruiken. Maar dan doen we dat echt met een fotoshoot. Of gebrande content. Dus zonder persoonlijke foto's. Gewoon hele nette, mooie gebrande visuals. Of van die sliders met tips erop. En gewoon zakelijke content. He, dan is het bereik niet door het dak, maar iedere 1000 of 2000 views, als je dat 1 of 2 keer per week hebt, telt het allemaal mee. He, en dan is het minder persoonlijk, minder spannend, minder eng, maar dan heb je wel iedere week 2000, 3000 views, wat gewoon allemaal zaadjes zijn die je plant. Ja. Ja. Ben je als ondernemer slim als je zegt, ik hoef dat allemaal niet, ik zit gewoon niet op LinkedIn? Nee, ik denk het niet. Dan mis je wel de boot op een gegeven moment. Ja, absoluut. Kijk, in de B2B is LinkedIn gewoon het platform. Tuurlijk, als jij in bepaalde hele lokale businesses zit, zeg maar, waarbij de hele straat bij jou komt bestellen. Hè, als je een houtzagerij en je verkoopt aan het dorp, ja, dan is het niet nodig. En mensen weten dat je er zit, dus mensen vergeten je ook niet. En je klandizie is gewoon altijd hetzelfde, prima. Ja. Hè, maar als je een klein beetje verder dan je eigen stad business doet, en met meerdere bedrijven en meerdere bedrijven die ook komen en gaan, bij wijze van spreken. Ja. Dus dat je en de handel stroomt niet aan alle kanten zomaar binnen. Nee, precies. Voor niks. LinkedIn is gewoon het platform. Ja. En ook in meer verzadigde businesses kun je op Google ook niet meer constant bovenaan staan. Nee. En dan komt de business never nooit aanwaaien. Dus dat droogt op een bepaald moment op. En op LinkedIn kun je dat gewoon echt aanwakkeren en opbouwen. En dan ben je ook, zeker ook, we hebben een paar klanten die echt een beetje in een traditionele business zitten. Ja. De maakindustrie, noem het op. Ja, precies, vandaar mijn vraag. Ja. Ja, maar als je daar op LinkedIn aan de gang gaat, dan ben je koning. Ben je koploper. Ja, dat is gelijk geweldig. Ja, true. Dus dat is echt, dat is mooi. Ja. Ja. Vijfde tip. En dan heb ik nog een paar vragen die ik jou, zeker. Want ik was met die voorbereiding. Ik denk, hij is er nou toch. Dus dan ga ik je ook even goed gebruiken. Ja. De vijfde tip die jij hebt meegenomen, invite iemand zonder eerste bericht. En vraag vervolgens, hoe gaat het bij jou? Want inviten en zo, dat is ook een dingetje onder professionals. Wat moet je wel en niet doen? Kijk, uiteindelijk, dit was even om een klein beetje voor opschudding te zorgen. Ik ben ook even benieuwd wat jij ervan vindt, namelijk. Ja, ja. Eigenlijk alle bedrijven die bij ons binnenkomen, die zeggen, hoe moet ik nou mensen benaderen? Dan zeg ik, je moet mensen op een persoonlijke manier benaderen. Klinkt goed. Weet je, iedereen is het ermee eens. Dan gaan we aan de slag en dan gaan we teksten maken. Hop, propositie pushen. Ik doe dit, ik doe dat. En toch een sales template ervan maken uiteindelijk. Ja. Nou, en wat ik net zei, dat werkt op LinkedIn echt totaal niet. He, want je krijgt de deksel op je neus. Mensen hebben er geen zin in. Je moet ook beseffen, op LinkedIn zitten alleen maar high-level professionals, zeg maar. Directeuren, noem het maar op. Ik kom in de sales funnel terecht. Maar die zitten er ook niet op te wachten, hebben er geen tijd voor. He, dus je bereikt er niks mee. En we hebben zelfs geen AB-test. Dat als je dus, als jij een eerste berichtje bij je invite voegt. Hè, vroeger was het zo, je moet daar een eerste berichtje bij voegen, want dan maakt het persoonlijk. Anders is het niet persoonlijk en LinkedIn is persoonlijk. Ja. Tegenwoordig zijn alle salestypes gebruiken juist een eerste bericht. Dus als je je wil onderscheiden, misschien moet je dan gewoon alleen maar een connectieverzoek doen. Want dat doen eigenlijk alle andere mensen. Die echt denken, ik kom jou tegen. Vind ik wel interessant. Hop, klik. Hop, klik. Ja. Zonder berichtje. Ja, zo doe ik het ook. Ja. Ja. Dus als je dat doet, en de resultaten verschillen hoor, maar bij ons is het eigenlijk hetzelfde. Dus als je helemaal moeite doet voor een eerste bericht of gewoon niks, gewoon tuk, dat de conversie is hetzelfde voor mensen die accepteren. Maar stel, ik wil sales. Het punt is, ik doe zelf, ik doe eigenlijk geen sales.
Zijn dagvoorzitterschappen, dat werkt niet zo. Sales is mijn werk. Nee. En van daaruit komt de business. Je moet netwerken. Ik moet netwerken. En dat doe ik dus ook hartelijk op LinkedIn. Maar waar ik de kotsgruwelijke hekel aan heb, dat is dan komt er iemand met een invite. Zonder tekst, gewoon klik, connect. Ja. Ik connect altijd. Ja. Ook al ken ik iemand niet, dan vind ik helemaal prima. Ja. Ik bedoel, altijd. Ja. Maar dan een uur later komt er een bericht. Ja, en ik heb een cursus en dan vaak ook nog de plank misslaan. Hè. Ja. Ik heb al wel eens gehad. We zijn een videobedrijf, we kunnen jou helpen video maken. Dan denk ik, grap, heb je überhaupt naar mijn profiel gekeken? Nee, natuurlijk niet. Bij mij is dat dan, als iemand dat doet. Dus een soort tweetrapsraket. Eerst connecten, een uurtje later de sales pitch. Ja. Dan sta je bij mij echt al op het randje van gewoon disconnecten. Ja, wegwezen. Ja, kijk, die uur later. Wij doen dat 1 of 2 dagen later. Ja, ja. Even een beetje de verkeerde indruk. Ja, want jij doet wel sales natuurlijk. Ja, zeker. En voor al onze klanten doen we dat ook. Hè. Van deze flows maken we de hele dag. En uiteindelijk, kijk, je wil ook niet in jouw geval, wil je ook niet zeggen van, hey, leuk om te connecten, by the way, ik ben dagvoorzitter, dus mocht je me een keer mijn diensten kunnen gebruiken, dan hoor ik het graag, fijne dag. Ja. Weet je, dat is ook veel te snel en veel te om business maken, zeg maar. En dan denken mensen echt, ja, dag, oké, prima. En zeker als je zo'n bericht, dan denk je, oh, die heeft wel heel erg veel business nodig, dus die ga ik dus nooit bellen. Ja. Maar eigenlijk wat jij zegt is, dat noemen wij de C-level approach. Dat is wel de meest ingewikkelde, maar wel ook dat werkt echt heel goed. Als je geen sales wil doen, dus niet gelijk in gesprek wil raken met mensen, maar dat je eigenlijk wil dat ze je gaan volgen. Dus je doet gewoon de connectie. Kun je bijvoorbeeld sturen, hey, bedankt voor de connectie, laten we elkaar volgen. Klaar. Prima. Maar eigenlijk, je wil zo weinig mogelijk inhoud. Dus niet over je service propositie, de markt. Nee. We doen allebei dat. Dus gewoon zo leuk om te connecten. We laten elkaar volgen. Ja. Nou, in jouw geval zou ik dan gewoon zeggen, niks. Gewoon stil laten vallen. Nee. En dan gewoon echt focussen op je contentstrategie. Ja. En die mensen die zien als eerste, als ze net geconnect zijn, zien ze gelijk 3, 4, 5 posts van je voorbij komen. Klopt. En dan hopelijk gaat het dan vanzelf. Maar dan moet je dan echt, als je dat 6 maanden, 12 maanden, 2 jaar, 3 jaar... Maar als het niet vanzelf gaat en je hebt wel degelijk een salesstrategie, wat is dan je manier om... Stel even, jij wil een LinkedIn, jij wil jouw diensten verkopen heel graag aan een bepaalde ondernemer. Die heb jij gewoon in spotje, die heeft ook nog eens een keer 60 collega's, kun je hele groepscursus of weet ik veel wat je allemaal verkoopt. Dus die is voor jou helemaal top. Ja. Hoe doe je dat dan? Dan zeg je dus eerst connecten. Ja, we hebben dus verschillende strategieën. Maar wat je allereerst wil doen, of gewoon altijd wil doen, is je propositie buiten beschouwing laten. He, dus ik zeg al tegen mijn mensen, LinkedIn, daar hebben we het niet over, zeg maar. Nee. Dus en in jouw geval, dagvoorzitterschap, niet over hebben. Nee. Dat zien ze op je profiel trouwens, want het is je headline, de eerste opmerking. Dus dat is wel prima trouwens. En vervolgens kun je natuurlijk, als je doorlopend 10 mensen per dag uitnodigt, dat je bijvoorbeeld eens 1 keer per 2 weken of 1 keer per maand cherrypicking gaat doen. Dus dat je eens kijkt, wie zijn nou echt interessant? En dat je daar even naar een profiel kijkt, even wat haakjes zoekt en denkt, nou, die ga ik gewoon een handmatig bericht sturen van, hey, ik zie dat je dit en dat doet. Ik ben wel benieuwd naar je verhaal. Misschien kunnen we wel wat van elkaar leren. Zullen we eens een keer wat inplannen om kennis te delen en kennis te maken? He, dus dat echt, dus niet over jouw propositie, niet over zijn propositie, maar gewoon zeggen van, hey, wij kunnen wat van elkaar leren. Maak een wederkeren, zeg maar. Zullen we netwerken? Zullen we kennis delen? Misschien kunnen we wat van elkaar leren. He, en dat je hem eigenlijk in die zin heel laagdrempelig houdt, maar wel zakelijk. He, dus wel zeggen van, nou, misschien hebben we wat aan elkaar. Ik vind hem wel ingewikkeld worden. Weet je wat het is? Ik ben maar redelijk kort op de bocht. Ik krijg best wel vaak van dat soort berichten. Van, hey, ik vind het leuk en ik volg je nou. Volgens mij hebben we wel raakvlak en zo. Zouden we binnenkort een keer kunnen bellen of een kopje koffie kunnen doen? Dan denk ik, cut the crap. Ja. Weet je wel? Dat is mooi. Zo reageer ik dan ook altijd. Dan heb je een gesprek. Ja. Dus jij reageert van, cut the crap, wat wil je nou? Wat wil je nou van me? En als het goed is, hebben ze daar dan een mooi antwoord op. Ja. Waarbij jij denkt, oké, nou. Ja, nou vaak, de meerderheid heeft dat dan niet. Nee, en dan precies. Komt er dus ook die hebben wij wel klaarstaan. Waarbij we dus echt aangeven van, ik spreek regelmatig met mensen op events. Ja. En ik zie dat ook dat het op LinkedIn ook heel waardevol is. Hey, we kennen elkaar nog niet, dus misschien zijn we interessant voor elkaar. Misschien ook niet, misschien kennen we dezelfde mensen. Maar het lijkt me in ieder geval leuk om gewoon een videocall in te plannen. He, en uiteindelijk, jij zegt dan misschien van, ja, dit is, vind ik niet concreet genoeg. Maar heel veel mensen reageren er wel positief op. Omdat, kijk, als jij al die mensen stuurt van, hey, dit bied ik aan, wil je daar een keer over bellen? Dan zegt iedereen nee. He, maar als jij zegt van, hey, zullen we een keer kennis maken om kennis te delen? Want daar hebben we allebei wat aan. Dan zegt 80% meer, zegt van, nou, of ze reageren en dan ben je in gesprek. En dan kun je op maat, kun je ook de haakjes weer eens gaan bekijken. Dan kun je zeggen, oh ja. Waarom zou ik eigenlijk met deze persoon willen bellen?
En dan kun je wel wat haakjes maken. Van, hey, trouwens, ik heb in het verleden dit en dat gedaan. Ik zie dat jij dat ook hebt gedaan. Ik ben wel eens even benieuwd. Ja. En dus dan kun je eigenlijk op maat een reactie maken. In plaats van dat je gewoon een template zegt, hè, met een sales pitch, waarbij iedereen slaat de deksel op je neus. Ja. Dan is alles klaar, ben je met niemand in gesprek. En als je het dus gewoon open houdt, dan is het een beetje vaag. Maar allereerst is er gewoon een aantal mensen wat gelijk zegt, nou, is goed, ik wil best bellen. Ja. Nou, top. Ja. En een ander percentage zegt, ja, maar cut the crap, waarom wil je dan bellen? En dan moet je gewoon je propositie hebben. Ja, nou, ja. Nee, niet je propositie. Oh, niet je propositie. Nee, ik hou er wel van. Weet je, langs, ik zou het waarderen. Tenzij iemand, kijk, als iemand zegt, waar wil je nou over bellen? Dan moet je wel bij je mindset blijven. Dan moet je zeggen, nou, ik wil gewoon kennis delen. Ik ben echt benieuwd naar je verhaal. Ja, maar ik wil helemaal geen kennis delen. Ik zou het waarderen als jij zegt, nou, zeg je, Ronnie, weet je waarom ik met jou een afspraak wil? Ik heb jouw LinkedIn even een week in de gaten gehouden. Dat is gewoon kut. Ja. Weet je wel? Nou ja, met net. Nee, maar dat kan wel als mensen reageren van, oké, prima, je wil bellen, maar wat doet jouw bedrijf? Ja. Dan mag je natuurlijk wel zeggen wat je doet. Ja. Maar als iemand zegt, waarom wil je bellen? Dan zeg ik gewoon allereerst van, nou, ik zie dat je allemaal podcasts opneemt met allerlei gave ondernemers. Ik ben benieuwd naar die verhalen. Dat zou ik dan zeggen. Ja. Echt om te netwerken. Dus die netwerkmindset, zeg maar, tuurlijk, uiteindelijk ben je honderden mensen per maand aan het benaderen, omdat je er uiteindelijk sales uit wil halen. Ja. Maar je moet wel durven investeren. En dus ook af en toe eens bellen met iemand die niet interessant is. Ja. En je moet dat echt geloven. Dat je denkt, weet je, als ik gewoon 20 gesprekken per maand heb, met van allerlei verschillende mensen die, als het goed is, wel een beetje in mijn doelgroep zitten, zeg maar. Ja. Dan gaat me dat gewoon business opbouwen. Ja, jij bent gewoon echt een salesman. Dan ga ik echt relaties opbouwen. Ik ben gewoon geen salesman. Maar netwerken. Ja. Uiteindelijk, kijk, ik ben ook geen echte salesman. Want ook een call met iemand, dan ga ik gewoon netwerken. Ik zeg altijd ook tegen mijn salesmensen, het eerste kwartier ga je alleen maar vragen stellen. Ja. Je gaat niet over ons bedrijf hebben, niet over LinkedIn hebben. Je mag echt alleen maar vragen stellen aan die andere persoon. Ja. Ook al, en mag ook over privé gaan. Oh, je houdt van zeilen? Oké, wat voor boot dan? En waar dan? En wat leuk. Ja. En dan gaan we gewoon 10 minuten over zeilen praten. Ja. Want aan het einde zeg jij, hey Michiel, wat doe jij? Maar dan heb je die relatie al helemaal warm gemaakt. Ja, dat is echt heel belangrijk. Uiteindelijk heeft het al met de opvolging te maken. Dus wij hebben een heel CRM-systeem gebouwd, waarbij je met name, want kijk, het is heel belangrijk om de eerste outreach, dus de eerste benadering, het eerste bericht. Heel veel LinkedIn-experts focussen alleen maar op die eerste berichten. Ja. Maar dan begint het nog maar. Dat is nog maar 10% van uiteindelijk het potentieel. Want al die mensen die connecten, die helemaal nooit reageren, of die inderdaad op dit moment geen interesse hebben, dat is 80-90%. Ja. En daar moet je op door. Die moet je nurturen, die relatie moet je warm houden. Die mensen moet je op een gegeven moment een keer uitnodigen voor een event. Of je moet eens een tip geven, of je moet kennis delen. En uiteindelijk is je content daarom, hè, als jij met iemand, ik heb echt voorbeelden, dat is wel grappig. Mijn meest extreme voorbeeld was dat ik een klant heb waarmee ik al 6 jaar op LinkedIn aan het chatten was. En na 6 jaar is die klant geworden. Ja. En ik had een paar weken geleden had ik een call, 15 jaar. Ja. Ja, zo dat is mooi, toch? Die kende ik uit mijn studententijd. Ja. Toen zijn we geconnect geraakt, eigenlijk nooit meer echt gesproken. Maar omdat je in de connectie blijft, dan op het moment dat het zo werkt. Dat is toch mooi? Ja. Het is net een vak. Ja. En uiteindelijk is het dus, kijk, het is geen numbers game. Als in de zin van, net als bij koud e-mail, dat je het echt over 10.000 hebt of wat dan ook. Mm. Maar het is wel, voor een deel wel een numbers game. Je wil gewoon routine krijgen in het opbouwen van relaties. Dus 100 mensen per maand, bij wijze van spreken, 100 mensen per week, maakt niet uit. Maar die mensen, daar wil je mee doorgaan. Ja. Over de maanden. En dan iedereen die over 1 maand klaar is om klant te worden, die vang je. Over 2 maanden vang je. Over 3 maanden vang je. Maar ook de mensen die, hè, pas over 1,5 jaar klant worden, ja, die moet je 1,5 jaar lang warm houden. En als je dat dus allemaal voor elkaar krijgt in een systeem, en wat is eigenlijk gewoon administratie, dan heb je na 12 maanden, komt 80% van je nieuw business uit een lange termijn gesprek. En dat is het probleem met sales. Die focussen alleen maar op de korte termijn. Mensen die ze nu een bericht sturen, willen ze volgende week reactie. En anders gaat die in de prullenbak. Mm. En dat is echt zonde. Want je 80% van je potentie doe je niks mee. Ja. Helder betoog. Ik heb nog een paar vragen. Korte antwoorden. Ja. 1. Ik post veel video's van dit gesprek. Ga ik straks posting maken. Ja. Tof gesprek. Maak een tekstje bij. Ga ik die posten. Moet ik dan de URL van YouTube, die kan ik in de post doen. Dan maakt die mooi boom. Dan krijg je mooi die video te zien. Ja. Kunnen mensen op klikken. Maar ik hoor wel eens, nee, dat moet je niet doen. Je moet dan de post maken zonder die video. En dan moet je in een eerste comment, moet je dan die video posten. Ja. Is dat waar? Is het waar of is het niet waar? Nou, dat ligt er maar aan. Kijk, in principe, het is wel overigens een nieuwe update. Heel, vind ik jammer. Hopelijk draaien ze terug. Maar LinkedIn heeft net die previews van die URL's heeft die klein gemaakt. Eerst waren die wat mooier. Ja. En dus wat clickable. Meer clickable. Ja.
Dus dat terzijde. Maar in principe is het zo dat inderdaad, als jij een link in je post zet, ja, dat in het algoritme wordt die een beetje omlaag geduwd. Oh. Kijk, als het een mega populaire aflevering is, onderwerp is en het triggert mensen alsnog, gaat iedereen alsnog klikken en dan ga je wel weer door het algoritme heen. Dus okay, in die zin kun je als er het een interessante alsnog, video is, kun je er alsnog wat van maken. Ja. Maar ik vind ook, weet je, visueel wil je ook wel wat. Kijk, als die link gelijk in de tekst clickable is, dan kunnen mensen er makkelijk op klikken. Nee, maar hij laat echt de preview zien. Hij laat gewoon de thumbnail zien. Ja. Dus dat vind ik heel mooi eruit. Daarom, en dat is precies wat ik bedoel. Het ziet er mooier uit, ja, dus ook meer clickable. Dus ja, bij wijze van spreken krijg je maar 1000 views. Maar misschien zijn je kliks wel 150. Je click-through is hoger. Ja. Precies. En als jij inderdaad gewoon de tekst doet met een apart filmpje erbij en je doet de link in de eerste comment, ja, wie gaat nou helemaal daar zitten kijken? Dan verlies je doorklikkers natuurlijk. Ja. Ik zet hem er gewoon in. Dus dat is geen verkeerde keuze, zeg jij. Nee, zeker. Kijk, uiteindelijk, ik zou het eigenlijk allebei doen. Als je echt wil dat een video geladen wordt. Waarom doe ik dat nou inderdaad niet? Gewoon in de comment ook nog een keer de URL. Nou, nee, dat maakt niet uit. Oh. Want dan heb je het algoritme, dan ben je al verpest het algoritme. Dus dat maakt niet uit. Nee, ik zou gewoon eentje met de video en dan en het verhaal ook wel het verhaal erbij. Hè? Dus dat de post ook wel wat inhoud heeft. En dat mensen in één keer kunnen doorklikken. En een andere post doen met een paar dagen later of zo. Met de reel een short. Waarbij die je echt upload naar LinkedIn. Ja, een paar dagen later. Oh, oké, okay, helder. Ja, dus beide. Ja. Personal en company page. Ik heb een 7D company page. Ik heb mijn eigen pagina. Ja. Dan kan ik en ik heb deze nieuwe video. Die ga ik straks posten. Ja. Dan kan ik hem op mijn eigen pagina posten, want die heeft het meeste bereik. Ja. En dan kan ik als 7D zijn, dan kan ik hem reposten. Of ik kan die posting, plat gezegd, copy-pasten. En als originele posting op mijn company page doen. Wat is slimmer? Nou, even AB testen. Maar in principe is het zo dat de persoonlijke profielen hebben 5 of meer keer zoveel bereik. Hè? Dus het is echt zo dat als je bij je persoonlijke profiel wat post, dan gaat het gewoon beter. Ja. Maar wij zeggen ook altijd wel, je company page, daar klikken mensen wel altijd op door. Dus als ze op je profiel komen en denken ze, oh, waar werkt die? Oh, even kijken. Dan willen mensen, dan is het ook wel, geeft het credibility als je daar ook de boel onderhoudt. Ja. Daarbij wil je op je company page ook een community opbouwen. Ja. Want als je nu niet gaat posten en nooit niet, dan bouw je ook nooit wat op. Hè? Dus in die zin, ik zou niet exact dezelfde post op beide zetten. Want dan ga je wel cannibaliseren, zeg maar. Hè? Dus dan zit het elkaar in de weg. Ik zou dus allereerst zorgen dat je het zoveel mogelijk op je persoonlijke profiel post. Dan eventueel reposten op je bedrijfspagina. Mm-hmm. En dan kun je het zonder gedachtes, hè? Dus gewoon zo'n quick repost. Ja. Dan is het vooral goed voor je oorspronkelijke post. Ja. Dus dan krijg je jouw persoonlijke post meer bereik. Ja. Dus dat werkt wel. Maar dan is die ook zichtbaar op je company page. Ja. Ja. Als mensen op je company page komen, zien ze hem ook. Ja. Dus in principe is het dan goed. Maar als je wil dat je company page zelf wat meer geladen wordt, dan moet je het of omdraaien. Of je moet een repost with thoughts doen. En dan krijg je eigen company. Dan voeg je wat toe. Ja. Ja. Hè, maar in principe zou ik zeggen, post hem op je persoonlijke profiel. Of we hebben net gezegd, je moet eigenlijk 2 posts doen. Doe de een op je persoonlijke profiel en de andere op je company page. Maar dan wel 2 verschillende posts. Ja. Dus het YouTube-filmpje op je persoonlijke profiel. Ja. Want we hebben geleerd dat YouTube-filmpje heeft wat minder bereik. Nou, dan moet je die juist op je persoonlijke profiel doen. Want dan knalt iemand alsnog wel omhoog. En de reel of de short op je bedrijfspagina. Ja. Ja. En op die manier, kijk, wij adviseren ook altijd wel. Sorry, ik wil het niet te lang maken, maar ik kan door blijven gaan. Ja. Hè, maar om echt eigenlijk een aparte strategie te bedenken voor je persoonlijke pagina's. En voor je company page. Ja. Dus zeggen, nou, we gaan gewoon iedere week een carousel, heel zakelijke blog doen op de company page. En we reposten van de persoonlijke profielen. En op de persoonlijke profielen doen we wat meer de verhalen vertellen. Ja, en die events en de wat leukere dingen. Ja. Is maar een voorbeeld hoor. Kan ook andersom, noem het maar op. Maar ik zou wel zeggen, op je persoonlijke profiel wil je echt wat meer, nog meer de persoonlijke storytelling. Kun je nog meer wat meer de ad hoc foto's posten die veel bereik hebben. Ja. En op je company page wil je wat meer de hygiene content, zeg maar. Ja, ik snap het. Ja. Ik snap het. Nog twee dingen die ik wil weten. Ik heb wel eens gehoord dat als je dan een posting doet en dan heb je hem gepubliceerd en dan denk je, oh shit, typfoutje erin. En dat je hem dan bewerkt en dan een typfoutje eruit halen en weer publish, dat bestraft wordt. Het schijnt wel zo te zijn. Ja, ja, ja. Dus een geëdite post heeft in die zin wordt die naar beneden gedrukt in het algoritme. Ik weet niet of het nog steeds zo is. Ja. We weten alle feitjes van LinkedIn ook niet allemaal 100% zeker. Nee. Maar dat wordt wel gezegd. Dus het schijnt wel zo te zijn. Maar goed, als er echt een dikke spelfout in zit, ja, je moet wel. Ja. Opnieuw posten is ook slecht voor je bereik. Ja? Ja, ja, ja. Want je hebt al 10 likes. Die 10 mensen gaan niet opnieuw liken. Nee.
He, dus ja, dan ben je gewoon... Het advies is goed checken voordat je published. Ja. Zodat je niet meteen hoeft te wijzigen. Exact. En in ieder geval niet weghalen en opnieuw publishen. Nee, dat zou ik... Nou ja, kijk, als het 1 minuut erop staat, kan het wel. Dan kan het wel. Dan wordt het wel weer gezien als gewoon een nieuwe post. Ja, dan is het wel prima. Ja, want dan heeft nog niemand hem gezien. Nee, true. He, dus het, uiteindelijk gaat het om mensen. Kijk, mensen gaan niet denken van... Oh, heeft hem opnieuw erop gepost, zal hem wel weer opnieuw liken. Ja. Premium account of niet? Ik vind het zo duur. Ja, het is duur. Ja, het moet wel bijna tegenwoordig. Kijk, LinkedIn moet ook geld verdienen. Ja, maar ik vind het jammer dat ze niet een soort tussenvorm hebben. Dat ze zeggen van, je hebt free, je hebt een soort super abonnement. Ja. En je hebt er wat tussen zitten of zo. Nee, ja, dat heb je wel. Je hebt iets van 40 euro. Ja, je hebt wel een paar, maar ik vind het best wel kostbaar. Ja, maar wij bij Sales Navigator uiteindelijk... Kijk, vroeger zei ik altijd van, je hebt hem niet nodig... tenzij je echt met je sales team lijsten wil gaan maken. Ja. Hè, want Sales Navigator is vooral een goede zoekmachine. Net als Funda en Marktplaats. Hè. Je hebt gewoon meer filters om mensen te zoeken. Ja. Maar tegenwoordig heb je natuurlijk al die limieten. Hè, dus dan kun je mensen geen invite met een bericht meer sturen. Je kan veel minder invites sturen. Dus LinkedIn die heeft natuurlijk altijd wel problemen gehad... met het verkopen van Sales Navigator. Ja. Omdat het weinig toevoegde. Ja. Dus ze maken nu eigenlijk dat je met een gratis account steeds minder kan. En met een premium account steeds meer. Krijg ik minder bereik omdat ik een gratis account heb in plaats van een premium? Dat zeggen ze wel. Maar in principe is dat... je kan overigens, nou, dat is ook even een sidestep. Je kan ook een bedrijfspremium account nemen. Okay. En daarvan zeggen ze nu dat je dan weer veel meer bereik krijgt. Kijk, uiteindelijk heeft LinkedIn natuurlijk nu de uitdaging. Ze willen natuurlijk meer monetizen. Ze willen gewoon meer betaalde accounts krijgen. Ja. Dus ze gaan de voordelen van een betaalde account veel groter maken en de nadelen van onbetaalde ook groter. Okay. Tot slot toch even je sales pitch. Want wat doe jij nou precies voor klanten? Dit? Ja, wij helpen. Kijk, we zijn echt een hands-on. Ook als ik een masterclass geef bijvoorbeeld, wat sommige mensen denken dat mijn core business is, maar dat doe ik 1-2 keer per maand. Vind ik leuk, hè? Maar wij staan wel echt voor het hands-on, gewoon aan de slag gaan, zeg maar. Ja. He, dus je kan hele mooie plannen bedenken. Dat doen we ook voor klanten. Maar ga het maar eens doen. Ja. He, dus wat wij doen voor klanten is contentcreatie. Maar ook echt posten. He, ervoor zorgen dat de contentkalender gemaakt wordt. Maar ook gevuld wordt, uitgevoerd wordt. Ik heb een voorbeeld van, ik zal de klant niet noemen. Maar een directeur van een bedrijf. Goed gesprek gehad dit en dat. Nou, wij gaan de post maken. Wij sturen alles netjes op. Wil het zelf posten. Doet de tekst niet goed, enters te veel, spaties. En uiteindelijk, wij hebben het goed aangeleverd. En alsnog moet ik nog 3-4 mails nasturen van, dit is niet goed. Dat is niet. Dus dat is wel een ding. Dus vandaar dat wij zeggen, wij doen het gewoon voor je. Ja. En ook de outreach-campagnes, de netwerkcampagnes. We hebben een CRM-systeem gebouwd waarbij we al je gesprekken kunnen bijhouden, al je leads kunnen bijhouden. Je kan je afspraken inplannen. Dus we gaan niet alleen maar zeggen van, nou, we gaan lijsten maken en de templates erbij. Nee, we gaan ook aan de slag met elkaar. Dus wij zijn in principe jouw LinkedIn-afdeling. Ja, zo kan je zien, hè? Ja. Mag ik je danken voor al je insights? Ja, zeker. Iets langer dan de gebruikelijke 20 minuten hierop. Nou, is trouwens ook niet waar. Ik maak ook wel langere gesprekken. Maar degene die nu nog hangen, die vonden het absoluut interessant. Ik vond het in ieder geval interessant. Thanks voor al je tips. Ik ook, dankjewel. Michiel Straten van YouLinkMe was dit. En dankjewel voor het kijken. En als je dit leuk vond, laat het weten onder in de comments. Misschien heb jij nog een goede LinkedIn tip. Laat het dan ook weten. Abonneer sowieso op CVD. Dan mis je helemaal niks meer. En heb je zitten luisteren naar de podcast, abonneer je ook daar op CVD TV. Mis je ook helemaal niks. Voor nu, dankjewel. Hoi.